De volgende etappekoers voor Robert Gesink is Tirreno Adriatico. De wedstrijd van de westkust naar de oostkust van Italië begint op 11 maart en finisht op 17 maart in San Benedetto del Trento. Robert, waarom Tirreno Adriatico en niet Parijs-Nice? Ja, op zich is het wel een redelijk bewuste keuze. Naast dat ik natuurlijk alleen vorig jaar Parijs-Nice voor het eerst gereden heb, is het misschien wel leuk om een keer wat anders te doen, dus in eerste instantie. In tweede instantie is het natuurlijk het verschil tussen Tirreno en Parijs-Nice is denk ik dat je Tirreno meer als een voorbereidingskoers zou kunnen rijden. En Parijs-Nice is toch, wat ik vorig jaar ervaren heb, wel echt een hele zware koers is. De eerste dagen, regen, wind op de kant, dat is gewoon heel erg zwaar. En de laatste dagen gewoon super lastig. Dus Tirreno is denk ik meer een koers die ik ook kunt rijden als voorbereiding. En daarbij is het zo dat Tirreno allemaal iets kortere klimmetjes heeft. Lastige finales met misschien wel vaak steile berg op aankomst. En het kan wel eens goed zijn voor mij in voorbereiding op bijvoorbeeld de Waalse klassiekers. Ja, voor mij maakt het op zich niet zo heel erg veel uit. Het lijkt mij mooi om een keer Tirreno te rijden. En zoals ik nu het parcours bekijk, denk ik dat het Tirreno voor mij ook wel een aantal mooie kansen liggen. Ja, waarom? Nou ja, kijk, je hebt bijvoorbeeld een lastige rit met aankomst op Montelupones. Ja, dat is gewoon heel erg lastig. Super stijl, dat hebben we vorig jaar wel gezien. Motors die konden niet eens meer boven komen omdat ze omvielen. Dat soort spektakel. Voor de rest zit er nog een tijdrit in, iets langere tijdrit, maar wel een tijdrit over lastig terrein. Een aantal heuvels erin. Dus aankomst bergop? Ja, nou ja, dat is ook wel weer mooi. En de dag daarna nog een hele lange rit van, ik geloof 235 kilometer. Maar wel met een lange klim erin. Als het allemaal doorgaat natuurlijk. Want dat moet in deze tijd van het jaar ook allemaal nog kunnen. Qua sneeuw en dat soort zaken. En daarna ook nog weer een aankomst die omhoog gaat. Dus het is gewoon een hele mooie ronde. En ik heb nog nooit gereden, dus ik laat me verrassen. Maar ik heb er zin in. Jij gaf het al aan. Tirreno Adriatico kan een goede voorbereiding zijn op Amstel Gold Race en de Waalse Klassiekers. Dan zit er nog wel een maand tussen. Ja. Hoe hou je dat zeg maar vast, dat je Tirreno hebt gereden en dat je dat mee kan nemen? Nou kijk, het is niet zo dat Tirreno natuurlijk echt direct een voorbereidingskoers is, omdat het er redelijk wat tijd tussen zit. Daarvoor is meer Baskeland bestemd of bedoeld. En ik rijd ertussen ook nog de Brabantse Pijl, dus dan heb je het weekend van Brabantse Pijl en Baskeland zit er nog. En daartussenin ga ik nog wat trainen in Limburg. En dan denk ik dat je, als alle omstandigheden mee zitten, een heel goed voorbereidingstraject hebt op bijvoorbeeld Amstel of Waalse Pijl en Luik. Waarmee ben je tevreden in die Tirreno? Ik hoop dat het lekker gaat. Dat ik me goed voel en denk als ik goed ben dat ik tot heel veel in staat ben. En het zou natuurlijk fantastisch zijn mocht je een rit kunnen winnen of gewoon een superklassement rijden. En mocht dat niet het geval zijn, dan is er nog geen man overboord omdat het seizoen nog heel veel mooie uitdagingen heeft. En ik aan het begin van het jaar al aangegeven heb dat vooral Baskeland en de Waalse Klassiekers voor mij heel erg belangrijk zijn. En natuurlijk de Tour verderop nog. Dus ik ben gewoon nu goed, best wel goed in orde voor deze tijd van het jaar. En ik wil er eigenlijk gewoon een mooie koers van maken. En wat het dan precies gaat zijn, dat zullen we zien.